Welkom bij de avondshow, dames en heren. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen vandaag met een raadseltje. Over welke baan gaat dit? Hij heeft zo ongeveer de minst populaire baan van heel Nederland geaccepteerd. En hij weet nu al dat hij een heleboel drek over zich heen gaat krijgen. Een rotte baan en heel veel drek over zich heen. Gaat hij olifanten met buikgriep verzorgen? Nee. Gaat hij spelen in de nieuwe comedy-serie van Linda de Mol? Nee. Nee. Wordt hij de vaste thuiszorgmedewerker van Arnold Kaskens? Nee. Allemaal fout. Kijk maar. Piet Adema van de ChristenUnie is de nieuwe minister van Landbouw. Hey, minister van Landbouw. Oh ja. Nee, dat is nog veel erger, ja. Vorige maand stapte Henk Staghouwer op als minister. En nu krijgen we dus Piet Adema. En ik zit even te denken. Dit is de eerste keer dat wij Piet Adema noemen in de avondshow. Dus het is weer tijd voor... De avondshow Ontgroening. Yes. De avondshow Ontgroening van Piet Adema. Dit is hem. Het valt vast reuze mee, Piet. Gewoon blijven ademen. Iemand moest hem voor het eerst maken op televisie. Iemand. Maar het is dus wel bijzonder dat hij ja heeft gezegd. Dat besef kwam gisteren ineens ook bij hem binnen. Denkt u nou werkelijk dat ik direct ja heb gezegd? Nee. Nee. Maar god, wat heb ik gedaan? Maar wie is Piet Adema nou eigenlijk? Nou, het is een Fries uit Drachten. Dus we kijken even naar Omroep Friesland. Voor het grote publiek is Piet Adema. Wacht even, jongens, stop. Onbekend. Die vlag die hangt niet goed. Mogelijk vergooien. Die hangt verkeerd om, die vlag. Oké, ja, sorry, ging even technisch iets mis. Het ligt niet aan uw toestel. Kunnen we het nog even fixen? Ja? Oké, mooi. Komt hij weer. Okay, ja. Voor het grote publiek is Piet Adema beter. Nog relatief onbekend. Veel beter dit. Een beetje die ChristenUnie volgen. Ja, die kennen we al eerder, want hij had 8 jaar lang partijvoorzitter geweest. Ja, het leidt zo af als zo'n vlag verkeerd hangt, dus beter. Maar goed, Adema was dus partijvoorzitter bij de ChristenUnie. En hij was tot gistermiddag voorzitter van Schoonmakend Nederland. Ja, dat weten niet veel mensen, maar Nederland is dus verdeeld in Schoonmakend Nederland en Viesmakend Nederland. En als je nu denkt, dat wist ik niet, hoor je bij Viesmakend Nederland. Nou, de aanstelling van Piet Adema komt wel op een bijzonder moment, want morgen komt Johan Remkes met zijn advies over stikstof. En vandaag bleek uit een onderzoek dat boeren de overheid het rapportcijfer 2 geven voor vertrouwen. Eerlijk is eerlijk, het stond ook niet in magister. Dus ze wisten het niet. Dus hoe gaat Adema het vertrouwen van de boeren herstellen? Nou, heel simpel, zeggen wat ze willen horen. Adema zegt dat de focus te veel op de boeren lag. Dat is een heel slimme strategie, hè? De boeren meteen naar de mond praten. En als dan later de harde realiteit weer binnenkomt, dan kun je altijd nog aftreden. En de boeren die zijn dus wel van goede wil. Hè? Zij zien ook gewoon wel 2 kanten aan de zaak. We hopen dat hij enerzijds echt de verbinding weet te scheppen naar boeren. En naar boerenorganisaties. En aan de andere kant gewoon duidelijk is en duidelijk opkomt voor de belangen van de boeren. Ja. Aan de ene kant moet hij aan de boeren denken, maar aan de andere kant de boeren. Daar moet je ook aan denken. En dan vergeet hij nog de boeren, want daar hoor je meneer de agrariër niet over. Dus Piet Adema, heel veel succes met je nieuwe baan. En we zijn nu al ontzettend benieuwd naar je opvolger. Dit was... De avondshow Ontgroening. Supermoeien. Klik op reuze met je. Oké, gaan wij door naar Engeland. Daar is sinds kort een nieuwe koning, Prins Charles. Wat raar dat hij eigenlijk nog steeds Prins Charles heet. Nou ja, maar ja. En die wordt gepest door de nieuwe premier, Liz Truss. Want Charles die zet zich al heel lang in voor het klimaat. Maar nu ineens koning Charles niet naar klimaattop na druk van premier Truss. Ja, Charles die mag van Truss volgende maand niet naar de klimaattop in Egypte. Want zij gelooft niet zo in het klimaat. Hè, net zoals de rest van de wereld niet zo in haar belastingplan gelooft. Maar dat is dus heel jammer voor Charles. Want ten eerste is die top in Sharm el-Sheikh. Dat is een prachtige badplaats. Hier om de hoek bij de Golf van Suez. Daarboven zie je nog het Suezkanaal. Even inzoomen. Kijk, hier zie je de stad zelf. Aan de kust heb je de Shark Bay. Daar links heb je de Artificial Pyramid. Dat is leuk. Plaatje erbij. Hartstikke mooi. Nou, het is een hele mooie plek. En ten tweede is Charles dus een klimaatactivist. En dat is hij al een halve eeuw. Kijk maar. In 1970 gaf hij al een milieuspeech in Wales. In 1970 al. Hè, toen zat de oma van Greta Thunberg nog checkies te roken in een dieselslup in een Volvo station in Malmö. In 2015 opende Charles de klimaattop in Parijs. En dat beviel zo goed dat hij dat vorig jaar in Glasgow weer mocht doen. Dus die man doet alles voor het klimaat. De Volkskrant noemde hem zelfs Karel de Groene. Zelf noem ik hem Karel de Schoenen. Want kijk, uit milieuoverwegingen draagt hij al 47 jaar dezelfde schoenen. Oh, super milieubewust.
En natuurlijk, hij vliegt met een privévliegtuig en hij heeft een garage vol met Rolls Royce en zo. Maar als iemand hem daar dan op aanspreekt, kan hij zeggen... Yo, hallo, hoe vaak koop jij nieuwe schoenen? Dus, het is voor hem superkut dat hij van Truss niet naar Egypte mag. Maar waar een wil is, is een weg. En de Britse geheime dienst MI6 werkt in het diepste geheim aan een plan. Your Majesty, we've worked out several scenarios to get you to Egypt in time. Scenario 1, the artifact. Egypt wants the artifact back that we're keeping safe for them in the British Museum in London. We will notify Egyptian authorities that we are sending back one of their heirlooms, a mummy, but only if we can deliver it to the artificial pyramid of Sharm el-Sheikh. Then, we will wrap you in ceremonial linen and stuff you in a sarcophagus. Once you get there, you just have to find your way out of the pyramid and into the conference. Disclaimer, you might end up as King of Egypt. Scenario 2, Blue Monday. Our research department has developed a leaky pen. You've already successfully tested 2 prototypes in the field with marvelous results. Take out your leaky pen and use the ink to cover your face. You will go completely unnoticed. Disclaimer, your leaky pen has permanent ink, so you might want to join the Blue Man Group. Scenario 3, Jaws. You take your yacht to Saudi Arabia. We use a big oil tanker to block the Suez Canal so you can't be followed. Once all ships are blocked, it starts spilling oil. The oil will kill all sharks in Shark Bay, making it safe for you to scuba your way from your yacht to the conference. Disclaimer, the oil will wipe out all marine life in a 200-mile radius. Scenario 4, Agent Orange. Dutch King Willem-Alexander owes you a favor for his good spot at your mother's funeral, so he'll wait at the door of the conference hall and smuggle you in by stuffing you inside of his suit with him. No one will notice. Disclaimer, at conferences, Willem-Alexander usually hangs out at the bar, so you'll miss most of the action. Scenario 5, God Save the Earth. We'll solve climate change before the conference. We'll cut down worldwide fossil fuel use by 85% in 6 weeks and reach the Paris Climate Agreement before the start of the summit. There will be no more need for the conference and it will be called off. Disclaimer, this way you don't get to go, so this is a rather dull option. We hope to have adequately informed your highness. This message will now self-destruct, just like Liz Truss's tax plan. Yes! En dit was vandaag. Straks gaan we het hebben over de Morocco-deal en Sociedad. Eerst nog even De Avondshow Top 36. Nummer 19. De waterkoker ontkalken. En ik giet er nu hem helemaal vol. De Avondshow Top 36. Ja. De aandelenmarkt staat op dit moment in de fik. Dit is dé tijd om te investeren in aandelen. En ik leg jou uit hoe in mijn super deluxe totaal legitte cursus nu te vinden op NPO Start. Geen financieel advies.